Ik heb hier naast mij staan de schepen van cultuur Lieven de Kaluwe en natuurlijk de superstar van Vlaanderen, Eddy Wally. Ik ga eerst beginnen misschien met schepen van cultuur om te vragen, hoe voelt het om nu eigenlijk niet schepen, maar ook burgemeester te zijn gedurende de Gentsfeest? Ik moet het zeggen in de woorden van Eddy, geweldig, fantastisch. Ja, en Eddy, wat denkt u ervan? Ja, prachtig hoor, dat we zo'n schepen hebben van cultuur en een burgemeester die nu... Het stad hier bestuurd vind ik geweldig met de Gentse feestjes. Pas op, hè. Ja. Dat is nog 10 en ton, dat is helemaal niet jongen, pas op, hè. En Eddy, u gaat hier optreden vanavond op Laurentpleintje? Wel, hier had ik een paar nummers zingen ook voor meneer Hutson. Of hoe noemt hij? Tony Fakkel, hè. Tony Fakkel. Ja, ja, ja. En ik zie dat Lieven ook meekomt zingen en Eddy ondersteunen. Ja, zeker. Maar ik ga hem eerst, ga hem eerst een klein beetje huldigen. Ja. Eerst in de tent en later volgende week ook nog in het stadhuis. Aha. Maar dat mag je nog niet weten. Ah, dat is een primeur voor Gent Blocht? Dat is geheim, ja. Ah, okay. Dat is geheim en ik mag het niet zeggen, maar ja. Gent Blocht, ja, kom. Voor onze lezers doen wij alles. Jullie vertellen het niet door, hè? Nee, we gaan het niet door vertellen. Oké. Okay. De surprise, hè? Dankjewel voor. Surprise. Dankjewel voor de camera super, te komen. Super! Come on, baby! Wow! Ja. Geweldig. Yay, thank you very much. Dank je wel. Dank je wel, u ook. Dag Nigel. Dank je wel. Dat achterwerk doet niet aan zo schoon. Ja. Je moet dat constant plamuur en baas schilderen, dat kost hij gaan. Hey. In een heel nooit zit veel te dicht met in een uitweg. Ja. Dat is de voor, hè? Ja, dat is wat heeft u. Nog niet zetten, dat is niet perfect, ik weet het. Ja. Op de verwijde vriend, dan er met mijn uitweer liggen. Of weet je, maandag reden of meer uitweer liggen. Dat is mij.